richting van een broek Snavenant. Bordas. Opgevangen door Van Oost. Bordas toch de cirkel in. De Bakker. Ook de Bakker is gekwijt. Bordas en Walker scoort. En zo 0-2. Wat een actie van Manuel Bordas. Leek zich daar twee keer vast te lopen, maar maakt er wat van. Kijk hier. Voorbij Van Oost. Ook de Bakker niet doortastend genoeg hoor. En dan duwt hij om. Dus. Maar in dezelfde minuut wordt het weer gelijk. Want het is Marlon Landbrug met een schitterende backhand. Passeert hij doelman Flip Wijsman van den Bosch. Hoog in de touwen deze backhand 2-2. En dat allemaal binnen 13 minuten. Speelt Antwerpen mee in dat tweede kwart. Het spel echt wel onder controle door Heracles. Dan gaan we naar het derde kwart. Met Lukley in de cirkel. De bal komt bij Keusters. Die kan uithalen en scoort. Zo 0-3. Alexis Lukley kon toch gemakkelijk in de cirkel komen. En dan tussen de benen van Taris. Maar dan is daar natuurlijk nog altijd Amory Keusters. Ook vandaag van de partij. En let u dan op, want hier komt een prachtige uithaal van Nina Reina. Smijt die bal hier tegen de touwen met haar backhand. 13 minuten voor tijd, de spits van Bloemendaal. In de korte hoek van Goudhoeven geklopt. Oh, that noise coming from the crowd, you hardly needed me to tell you that. Great attacking run there down the left hand side from Salima. And what a goal that is. Well, talk about turning defense into attack. Real genuine pace down the left-hand side. I think it's Navnik's got the final touch. This was what it was all about. The run that Salima was excellent. Vorige week wel in de Ukkelse derby tegen Racing. Begin van de wedstrijd, we zijn 10 seconden bezig. Gauthier Bocard ziet hier de lopende Louis de Bakker. Die krijgt een zee van ruimte en die haalt meteen uit. En zo opent wat ook meteen de wedstrijd met de 0-1 van Louis de Bakker. Leopold meteen op achtervolg aangewezen. Maar wat een paas van Bocard, had het gezien. En deze de Bakker werkt het goed af. 0-1. Schitterende bal van de Red Lion. Gauthier Bocard en deze Belgische jeugd. Is 0-2. Dit zijn beelden uit het derde kwart. Goeie steal van De Vries voor Klein Zwitserland. Na die fout van Bruinsma. Bal komt bij Van Spronzen. Dreigt op haar backhand. Maar schiet met de voorhand hoog in het doel. En passeert keepster Lieve Verhoeven. Die in het doel van Oranje Rood de plaats innam van Sarah Sink. Hier nog een keer die goal van. Timmert. Was een beetje tegen de verhouding in, want Stichtse was beter, kreeg meer kansen en komt uiteindelijk ook op gelijke hoogte. Hier Serbo beukt hem binnen, bijna door de touwen heen. Na 24 minuten de gelijkmaker voor SVS. Greedy. Was he creative? If he pulls it off, is the latter. Oh, and the touch of the back post. I described him as an out-and-out number nine. And Gurdjieff there, a poacher's goal on the reverse. He kisses his stick and he edges India 1-0 into the lead with his 19th international goal. Rotterdam in het wit op eigen veld tegen SCAC. Dit is de vijfde minuut van de wedstrijd. De geboren Argentijn Joaquin Menini scoort de 1-0 voor Rotterdam. Hij speelde met Spanje afgelopen zaterdag de Interland in de Pro League tegen Duitsland. Joaquin Menini. Pote just drifts out. Run a little bit early, but it does generate space for Argentina. That's a stunning ball from Ray, and it's gone in. Christian Patak couldn't get there. He couldn't reach across, the ball deflecting up and in. Ray with the initial shot. A deflection took it in. Ball from Ray. In fact, sorry, it was Acosta with the shot. And up and in. Off the deflection.
The ball was from Ray. It was an exceptional one. Dan een kwartier voor tijd. De strafcorner voor HGC. Achter de bal wederom Sevi van As. Niet met een rechtstreeks push. Goede slalom. Hij pusht de bal door de benen van Oudekerke. Brengt HGC zo aan de leiding. Goede actie van As. Uiteindelijk blijkt ook dit de winnende goal te zijn. Want HGC wint van SCHC. En kruipt langzaam weer richting de play-off plaatsen. Losing today. Sides will meet again. Here comes Spain. Trying to make it 2-2. Segu around the outside. Oh. Marta Segu with a brilliant goal. An instant response from Spain. Just a couple of minutes after going 2-1 down, Marta Segu goes round the outside, slams it into the far corner. 2-2. Well, I think we might see a goalkeeper catch their feet in the turf here. Look at the movement from Rodolfo, the goalkeeper. She comes away to her left. It's not a great shot, and she does. Her left foot goes back off the turf. Tommy Willems kijkt. Guilain is weg. Gaat het naartoe? Guilain kan die bal aannemen. Verdussen voor zijn neus. Guilain is er voorbij. Nu nog voorbij Renault. En dat lukt. Zo 0-3. Overwinning voor Wadux is zeker op 6 minuten van het einde. Dankzij William Guilain. Het overzicht van Tommy Willems. Goede paas. En dan is er nog steun van Sidler. Daar wacht Guilain op. Maar dan slingert hij zich voorbij. Verdediger en keeper. En op die manier is het 0-3. En is de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Australiër. HGC is dan van slag, want dit een paar minuten later. Waanzinnige goal van Valentijn Chabon, die bal hier het dak in jaagt. Prachtige voorrend van de spits, die Amsterdam op een 3-1 voorsprong schiet. En daar blijft het ook bij. Amsterdam pakt dure punten in Wassenaar. Heeft dan inmiddels de keepster eraf gehaald, omdat bij HGC een groene kaart werd gegeven. Dan komt dit moment met hier de schitterende goal van Veen. Marijn Veen zet Amsterdam op gelijke hoogte. Net weer terug met een prachtige goal. Original mascot name for a hockey tournament. Lila is the name that prevail. On the turn. Decent strike. More than decent. Brilliant. Germany have the lead for a magnificent goal. That's come out of nowhere. They've been defending for a lot of this first half, but who else but Pia Mertens pops up. Marked her 50th international appearance yesterday with a goal, and now has two in as many days. That is magnificent. 24 goals now. Even van slag, want vlak daarna Hendricks met de scoop. En let u op, Dokier neemt aan en dan bam, in de verre hoek gebeukt. Sebastian Dokier, hij doet het op aangeven van zijn landgenoot Hendricks. Wat is hij prachtig, deze tweede. Right, De Graas left. It'll be De Graas. And it's so powerful, and it's oh so good. And it's 3-2 India, and he's at it again. Delight from Manpreet Singh. Out for the top, clean trap, and I'm just going to flick it as hard as I can. The goalkeeper's seen that, and it's gone straight over his shoulder. We said, can Santiago step up? Well, I'm not sure you saved those. Milkow picks, rolls, finds the pass into the circle. Little diagonal ball, Velen off the back foot. What a shot that is! That's an absolute beauty. Milkow with the pass, Velen with the shot. Lovely pass in, the sliding ball, Velen off his right foot. Look at the poise and the balance to get this away. Watches the ball, knows where it's got to go, beats Gadin for pace. Brilliant, sliding pass in, pick, get your body in the right place. Beautiful finish, Velen.